mijn naam is Floor Wittink en ik geef de Sax Workshops. Speciaal voor jou als abonnee leg ik in deze video uit hoe je vibrato maakt op de saxofoon. Vibrato is een prachtig expressiemiddel. Ik zal eerst even laten horen hoe het klinkt. Ik heb natuurlijk meer klassiek vibrato omdat dat mijn specialisme is. Maar het principe werkt hetzelfde in alle stijlen. Je maakt de beweging namelijk met je embouchure, met je onderlip en kin, trek je de toon omlaag en weer omhoog. Je maakt het dus niet in je keel of met je ademhaling. Hoe kun je dit nou oefenen? Maak eerst een langzame en grote beweging, trek een toon omlaag. Kies ervoor een makkelijke toon zoals een B of een C. Om te checken of je echt de beweging naar beneden maakt en niet naar voren, kun je jezelf wat assisteren. En zorg ervoor dat je goed doorblaast, zodat de klank niet wegvalt. Als dit eenmaal onder de knie is, dan kun je de beweging gaan verfijnen. En hem dus wat kleiner en sneller maken. Als dit goed lukt, kun je door naar stap 3 en dat is dat je verschillende ritmes maakt met het vibrato om helemaal onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld achtste noten, wa 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 wa, of triolen, wa 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 wa, zestiende noten, wa 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 wa, quintolen, wa 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 wa, of nog sneller als je dat wilt. Ik zal dit ook weer voordoen op dezelfde lange noot. Ik begin dus met de achtste, twee tellen, dan de triolen, dan de zestiende en dan de quintolen. En als dit helemaal goed gaat, dan kun je deze oefening herhalen op alle tonen van je saxofoon. Uiteindelijk raad ik je aan om gewoon veel te experimenteren met snel en langzaam en met de plekken in je muziek waar je wel geen vibrato wilt gebruiken. Heel veel plezier!